En welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik een makkelijke look voor jullie. Een beetje geïnspireerd op dingen als, ja, dit is iets wat ik bijvoorbeeld naar dingen als Castlefest zou doen. Ik weet niet of ik daar dit jaar heen ga. Ik denk het waarschijnlijk niet, want ik heb het druk en ik heb andere dingen te doen. En ik ben een make-up artist, dus ik vind het significant leuker om de make-up te doen dan om daadwerkelijk naar een fantasy fair te gaan. Want zo saai ben ik dan weer wel. Maar in ieder geval, dit is een redelijk simpele look die je redelijk snel kan doen. Dus als je deze zomer naar fantasy fairs toe gaat, is maar mijn punt. Dan is dit gewoon een makkelijke look om te doen die wel echt impact heeft. Want je ziet er heel anders uit dan normaal. Aangenomen dat je geen bosvee bent, in ieder geval. Dus ja, vandaar. Het is gewoon een makkelijke, leuke look. Ik vond hem in ieder geval erg leuk om te doen. Ik hoop dat jullie het ook leuk gaan vinden. Dus laten we zo beginnen. Voordat we beginnen, Del, wilde ik nog even zeggen. Als je meer beauty looks van me wil zien ook. Ik doe voornamelijk ook heel veel beauty looks, maar ook special effects dingen. Kun je altijd abonneren op mijn kanaal. En als je meer foto's wil zien van make-up en also van mijn dagelijks leven. En gedurende de zomer, om de een of andere reden, een hoop cocktails. Kan je me ook altijd volgen op Instagram. Ik zal mijn naam hieronder neerzetten. Ja, dat was echt alles van tevoren. Dus laten we de latex gaan aanbrengen. Waar we mee gaan beginnen is eigenlijk het meest repetitive gedeelte. Maar ook wel het meest belangrijke gedeelte. Ik ga met stukjes, dit heb ik van Pink Stylist op YouTube, nagekeken. Die doet het ook altijd met stukjes tissue. Volgens mij scheurt hij ze. Ik ben er weer zo'n doos die ze letterlijk in hoekjes gaat knippen. Maar weet je wel, alle velletjes, als er drie laagjes is, dat je de drie laagjes uit elkaar trekt. Als er twee laagjes is, twee laagjes. Hele dunne stukjes tissuepaper hebt. En die ga ik dan met liquid latex vastmaken. Op mijn gezicht, daar waar ik het wat voller wil hebben. Dus ja, ik ga deze keer niet mijn wenkbrauwen uitblokken. Want ik wil eigenlijk alleen mijn neusbrug wat veranderen. En mijn jukbeen er en mijn kinpunten gaan maken. Als je het wel op je wenkbrauwen doet trouwens, zorg dan dat je ze eerst met wat scarwax en dergelijke uitblokt. Dat kan je ook allemaal op YouTube vinden van andere mensen, want je wil niet de latex. Je wil niet een complete wenkbrauwwax hebben met latex waarschijnlijk. Wees gewaarschuwd. Begin in ieder geval gewoon met wat latex op mijn jukbeen aan te brengen, daar waar ik de tissuepaper aan ga brengen. En dan de tissue eroverheen. Dat het gewoon lekker goed vast zit. En dan in laagjes werken, tissuepaper op tissuepaper op tissuepaper. Net zo lang tot het hoog genoeg is. Oké, nou dat erop zit, ga ik met nog meer latex de boel zo glad mogelijk maken. Gewoon door met een wattenschijfje. Zo is het nog altijd een wattenstaafje, maar goed. Gewoon de randen naar beneden te blenden. Overal eromheen, net zolang tot het glad is. Het is belangrijk om de boel even te laten opdrogen voordat je verder gaat met face paint. In die tijd heb ik even Duitse les gedaan. Maar je kan ook naar het toilet gaan, gaan ontbijten, gaan lunchen. Ik zou niet zo gaan shoppen in een winkelcentrum, maar ieder zijn ding. In ieder geval, als het dan droog is, is het tijd voor face paint. Ik ga verder niet met foundation en dergelijke aan de slag, denk ik. Wacht, ik ga wel eventjes één dingetje doen met foundation. Ik ga met een concealer die dezelfde kleur is als mijn gezicht. En een foundation kwast, een platte foundation kwast deze keer. Mijn camera focus nog, ik lijk nog op een mens, wat fijn. Daar ga ik in ieder geval alvast dit even mee concealen, bedenk ik me ineens. Omdat dan waarschijnlijk de face paint wat meer op mijn huid gaat lijken. Met dezelfde kwast en een groene face paint ga ik mijn gezicht voor de rest groen maken. Ik wil het niet compleet dekken, dus ik doe het echt in patch, 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 patch. En aangezien dit een vloeibaar product is en geen crème product, zal het dan ook patchy worden.
En om sommige stukken wat groener te maken, ga ik er nu met een stippingbrush overheen en een cake eyeliner. Zei ik nou groener, ik bedoelde donkerder. Ik gebruik dit eigenlijk gewoon als een soort van contour. Een erg stipperige contour. En ondertussen vul ik ook even mijn wenkbrauwen in. Ik hou gewoon mijn eigen natuurlijke haarkleur, mijn eigen geverfde haarkleur aan en ga voor een oranje wenkbrauwpotlood. Uiteraard, als je bruin haar hebt, kan je het daarop aanpassen. Als je blond bent, als je zwart haar hebt. Als je knalroze haar hebt, je kan die wenkbrauwen doen zoals je wil. Ik had wat latex op mijn been gemorst en nu heb ik mijn been een deel gewakst. Per ongeluk. Auw. Hoe dan ook, per ongeluk een beautybehandeling terzijde. Ik ga nu naar mijn oogprimer en mijn oogopprimer. En dan ga ik voor een groene oogschaduw. Eerst voor wat lichtere kleur. Die gaat op het ooglid en ook onder het oog. Je kan ook je hele ooglid trouwens gewoon doen met de face paint, maar dat is, ja, ik weet niet. Het is moeilijker om dat te laten zitten, zeker op een vettige huid. Dus oogschaduw en oogprimer werkt naar mijn smaak net ietsje beter. En in de buitenste ooghoeken gaat een donkerdere kleur groen. Ik wil dit in enigszins natuurlijke elfenlook houden. Natuurlijk. Dus ik ga voor bruine mascara en nude lippen. En ik denk dat ik de mascara alleen op de bovenkant hou. Ja, is dat een beetje meer... Ik wil bijna zeggen schattig, maar laten we dit maar gewoon natuurlijk achterhouden. Ik doe ook mijn waterlijn nog even in het groen. Deze is zo oud dat hij versteend is, oké. Nu ik hem over een handdoek heen heb gehaald, doe ik mijn waterlijn in groen. Dan dus de lippen, die gaan in een nude kleurtje dus. Mijn favoriete nude lipstick. De enige die ik aan kan brengen terwijl ik praat. En dan hebben we dus het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als je deze zomer nog naar Fantasy Fairs gaat, hoop ik dat je daar heel veel plezier hebt. En als je net als ik gewoon liever je bezighoudt met puur de make-up van fantasy dingen, dan hoop ik dat je daar heel veel lol mee hebt. Ik weet dat ik er in ieder geval altijd heel veel lol mee heb. Als je dit filmpje in ieder geval leuk vond, klik dan alsjeblieft op de like-button. Zou me heel erg helpen. En dat was het voor vandaag. Zoals altijd trouwens, mocht je willen weten wat ik precies op mijn gezicht gesmeerd heb, je kan het onder het filmpje in de videoomschrijving vinden, maar je hoeft uiteraard niet exact dezelfde producten te gebruiken, of tenminste, latex is latex, maar welk merk je gebruikt, als jij hem zelf maar prettig vindt. Dat was het dus voor vandaag. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie verder een hele fijne dag hebben en hopelijk tot de volgende keer. Doei!